Yo, wat up gasten! Welkom bij Nieuw Vers 50! Wat hebben we er lang op gewacht! En vandaag is het tijd om iets te doen wat heel veel van jullie willen. En je hebt waarschijnlijk al lang de titel hier beneden gelezen. Precies, 50 smoesjes voor het geval je betrapt wordt op masturberen. Wat een fucking lange titel. Er zijn serieus honderden, zo niet duizenden mensen geweest die dit hebben aangevraagd. Maar het is jullie keuze geweest, vies peuken. En voor alle masturberende vrouwen, jullie hebben mijn telefoonnummer en kijk zeker weten tot het einde van de video, want ik heb ook iets voor jullie. Maar laten we snel beginnen met 50 smoesjes voor het geval je betrapt wordt op masturberen. Ik was niet aan masturberen. Ik kreeg een filmpje doorgestuurd. Dat heet Two Girls One Cup. Wil je hem ook zien? Ik was een paardrijder. Ik was mezelf aan het opladen. Nee, ik was bezig met mijn wiskundehuiswerk. Alleen ik ben niet zo goed in vermenigvuldigen. Dus ging ik me aftrekken. Ik was mijn gereedschap aan het testen. Ja, je zei dat ik wat anders moest doen dan videospellen spelen. Oh nee, dit is Zaadsletjes deel 3. Ik dacht dat het alles is liefde was. Omdat ze aan het zoenen waren en zo. Ik oefen mijn hand-oogcoördinatie. Ik was niet aan het masturberen. Ik was het oefenen op de zaai naar de koningin. Ik was niet aan het masturberen. Het is gewoon een wildtrainde man die ik heb ontmoet via Habbotel. We hebben inmiddels al een verkering. Hij heeft een fotomodellenbureau. En als ik hem een paar naaktfoto's stuur, word ik een fotomodel. Fuck yeah! Ik was gewoon even aan het trainen voor de ware. Laat me met rust, ik ben bezig met een massamoord. Ik wou gewoon mijn Blastoise Hyperbeam laten doen. Nee, ik was niet aan het masturberen, ik was gewoon mijn bril aan het poetsen. Ik wou cadeaus in gaan pakken, alleen de lijn was op, dus ik moest wat anders hebben. Doe ik iets wat niet mag? Ik doe gewoon papa nou hoor, sorry. Nee, ik heb net Titanic gezien, vandaar de tissues. Ik was aan basketballen. Ja, ik ben gewoon mijn armspieren aan het trainen. Ik moest dit doen van de Russen. Oh, ik draag wel een broek, alleen hij is onzichtbaar. Laat me alleen, je snapt het niet. Alleen ik kan de wereld redden. Ik moest van mijn gymleraar meer gaan bewegen. Die handcreme heb ik omdat ik last heb van de droge handen. Nou ja, mijn pen was op, dus daarom moest ik hem even schudden. Hallo, dit is geen fab tissue, dit is origami. Ik had jeuk. Ik was de eenogige slang aan het aaien. Ik was mijn handen aan het opwarmen. Mam, ik wil heel graag vertellen waarom ik porno aan het kijken was. Maar het is allemaal voor de geheime inlichtingendienst. Als ik het je vertel, moet ik je vermoorden. Ja, oké, ik was aan het spelen met mijn ballen. Met mijn pokeballen. Ik was niet aan het masturberen. Ik was mezelf aan het wakker schudden. Ik was de fluit aan het spelen. Ik was aan het schakelen met mijn eigen pook. Ik ben het plafond aan het witten. 1 april, ik dacht dat ik aan het masturberen was of niet. Oh, je bent erin getrapt. Ik gaf mezelf even een hand. Ik was niet aan het masturberen, hij zat gewoon vast tussen de rits. Mam, ik ben bezig voor biologie. Mijn piemel viel mij aan. Oh, dat is mijn penis. Ik dacht dat is de magische lamp van Aladdin. Daarom begon ik erop te wrijven. Oh, wat stom. Ik doe alleen maar alsof ik masturbeer, zodat jij het vol gaat kloppen voordat je mijn kamer binnenkomt. Wow, 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 wat doe ik? Oh nee, ik ben aan het slaapwandelen. Ik ga naar bed. Oh, dit is YouPorn. Ik dacht YouTube. Ik ben niet aan het masturberen. Ik ben vrienden aan het maken op chatroulette. Ik had vandaag nog geen warme maaltijd gehad. Toen ik er net beneden op straat liep, ben ik aangevallen door een motherfucking egel. En die egel die stal al mijn kleren. Ik rende heel hard naar boven. Ik schuikel over mijn stoel, vol op mijn toetsenbord. Kwam er in één keer porno. Ja, ik kwam de kamer binnen en ik ben niet aan het masturberen. Help me nou. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik was mezelf aan het aaien. Er was geen koe in de buurt om te melken, dus ging ik mezelf maar melken. En dan was het alweer. En als je hiervan genoten hebt, geef dan een groen duimpje. Laten we afspreken bij 10.000 groene duimpjes. Ben ik weer met een nieuwe verse 5. Klik op het groene duimpje hier beneden nu. Abonneren kan trouwens ook hier beneden vooral doen. En dan voor alle dames. Voor jullie heb ik namelijk deze video gemaakt. Want ik heb nog een keer 25 extra smoesjes gemaakt voor de vrouwen om te masturberen. Wel nee, ik was gewoon even de schoorsteen aan het vegen. Mijn vingers zijn dat omdat ik wel tijdens mijn slaap. Oh sorry, ik was poppetjes aan het neerzetten. Het is namelijk voor school, ik moet een kijkdoos maken. Ik hijg zo hard omdat ik er net een nachtmerrie heb gehad. Wil jij nu deze smoesjes bekijken? Klik gewoon op de video, hij is klikbaar. Dus klik maar lekker door. En stuur deze video vooral door naar iedereen. Ja, die masturbeert. Ja, nu moet ik het wel zeggen. Iedereen die masturbeert, stuur hem door. Als je deze video doorstuurt naar 50 vrienden, kan je met z'n 50 masturberen. Of ken je een viespeuk die heel veel masturbeert? Stuur hem door. Het gaat over masturberen. Elke jongen doet het. Stuur hem dus door naar elke jongen. En bedankt voor het groene duimpje, het abonneren en het delen met al je vrienden. En gasten, ik check jullie later. Bye.